allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is vrijdag vandaag en het is gelukkig weer een lekker weekend. Wat ik het ga doen weet ik nog niet. Ik wou eigenlijk nog even een wandeling gaan doen. Maar we zijn natuurlijk afhankelijk van het weer. Dus even een vraagje of dat gaat lukken. Even licht aandoen. Dus we moeten even afwachten. Even kijken wat het weer wordt. Morgen dan ga ik in ieder geval vroeg naar de Kuip. Want om 6:30 morgen is al de wedstrijd Feyenoord tegen VVV Venlo. Waar natuurlijk een verslag van zal zijn. Nou, zeker weten. Kijken morgen dus. Morgen VVV thuis in de Kuip. Wordt vroeg eten. Ramon zou om 3:00 al naar me toe komen morgen. Dus wordt heel vroeg eten en dan vroeg naar de Kuip. Een beetje rottijd, 6:30. Maar ja, het zei het zo, jammer genoeg. Aan twee datums heb ik een hekel. Van twee tijden, altijd wanneer er een voetbalwedstrijd bezig is. Dat is die van 6:30 op zaterdag. En die van zondag om 4:45. Dat zijn echt rottijden zijn dat. Echt super vervelend. Maar helaas zijn dat ook wedstrijdtijden waar dus een wedstrijd opgespeeld kan worden. Dus helaas is dat nu het geval. Nou, gisteren natuurlijk de spectaculaire livestream gehad met Villa Quinza en met Joost, Kevin, Tatjana. Het was super gezellig. Ik heb al een hele tijd geleden dat ik zo heb moeten lachen. Het was echt ontzettend leuk. Dus vandaag was het echt hartstikke leuk. Nogmaals Quincy, bedankt voor de leuke livestream gisteren. Dus vandaag. Ik ga even lekker een hapje eten. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Ik weet nog niet wat ik vanavond ga doen. Misschien ga ik gewoon een livestream doen. Ik ben aan de andere kant ook wel een klein beetje moe. Dus ik weet niet of dat het vanavond gaat lukken. Het livestreamen. Maar we gaan wel kijken. In ieder geval ga ik nou even hapje eten. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo allemaal. Doedoeg. Tot zo. Zo, en het is inmiddels 8:30 geweest. En ik ga het nog even kijken wat ik doe. Er is in ieder geval niet veel mensen zijn er. Bijna er is gewoon niemand. Er is niemand die kan streamen vandaag. Op Grand Theft Auto. En ja, ik weet nog niet wat ik doe. Ik zit nog even een beetje in dilemma. Want ik ben eigenlijk sinds gisteren. Ben ik eigenlijk toch wel ook een beetje Skype verslaafd geworden. Ja, ik vond het gisteren zo'n ontzettend leuke livestream. Dat ik weet niet. Ik heb aan de ene kant wel zin om GTA te spelen. Maar aan de andere kant heb ik eigenlijk ook wel weer zin om een livestream op te nemen op Skype. Ik weet niet wel dat er mensen zijn. Dus we gaan hem denk ik nu maar even aanzetten. Zullen we dat gelijk maar even doen? We gaan gewoon even kijken of er iemand is. En als er niemand is, kan ik ook wel eens een keer een livestreampje overslaan. Geen probleem. Ik moet er ook toch nog editen en ik moet ook nog eigenlijk die video even opnemen. Dus we gaan gewoon even kijken of er iemand op Skype is. En als er niemand is, dan stop ik er gewoon weer mee. En ga ik gewoon vandaag niet livestreamen. Is ook wel eens een keertje niet zo erg om een keer niet te streamen. Zo, mijn stem is ook een beetje gaar. Dus wat dat betreft is een avondje rust eigenlijk ook wel goed. Ik ben ook best wel moe eigenlijk. Ik heb vanmiddag ook even lekker slapen. Ik was gewoon helemaal op. Het is einde van de week. Dus dan moet ik altijd even een beetje slaap inhalen.
Toen heb ik het meestal wel een beetje gehad. Dus we gaan gewoon eens even kijken, jongens. Eens even kijken, hoor. Daar gaat Skype. Kijken, en wie zijn er allemaal online? Tatjana is offline. Nou, Joost is er in ieder geval niet. Kevin is offline. En... ja, Quincy is er ook niet, Joost is er niet. Dus ik denk niet dat het vanavond een livestream wordt. Ik denk het niet. Ik denk niet dat het hem vanavond gaat worden. Maar ja, aan de andere kant is het ook niet zo erg. Want dan heb ik tenminste wat tijd om de vlogs een beetje bij te werken. En om de aankondigingsvideo voor december op te nemen. Dus in wat dat betreft... komt het aan de ene kant ook wel een klein beetje goed uit. Ik ga nog even rotzooien hier. Even kijken of dat het wat... dat ik nog eventjes moet even een vlog gaan nog even renderen. En voor de rest ja, moet ik hem dan nog uploaden. En ik moet die van gisteren moet ik nog maken. De vlog van gisteren. En ik moet nog eventjes die opnamevideo maken van die december... of een aankondigingsvideo van december, dus werk zat in ieder geval. Ik ga hem even neerleggen en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels de andere dag. Ja, sorry jongens, ik had niet meer gefilmd, want ik was in slaap gesodemieterd. Dus ik heb gisteravond daarna niks meer gedaan. Ben in slaap gevallen, ik had een heel even Skype gesprek met hoe heet ze ook alweer... Wat is de naam ook weer? Nou ja, ik weet niet meer. Maar ik had ook even een Skype gesprek mee met Daisy. En toen ben ik daarna op de bank in slaap gevallen. En is er eigenlijk niets meer van gekomen. Nou, jullie zien het allemaal. Kijk. Ik heb een fijne shirt weer aan. En we gaan nu gaan we onderweg naar de Kuip voor de wedstrijd Feyenoord VVV. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Want ik ben samen met... De enige echte Ramonski. Met de enige echte Flamonski. Met Ramon zonder ski, hè? Ja, dat wel, hè? En willen jullie die vlog zien? Ja, dan zal je even een dagje moeten wachten. Want die vlog die zien jullie morgen hier op It's Ultrax. Nou, iedereen de groetjes van deze kant. Ja, het was weer even een kort vlogje, maar ja... De rest komt wel goed. De rest komt wel goed. We gaan, jullie kunnen morgen dus een grotere, langere vlog verwachten van de wedstrijd Feyenoord VVV. Ik zou zeggen, doe dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk even op dat belletje boven. Dan worden jullie op de hoogte gehouden van als er weer een nieuwe video is of als er een nieuwe livestream is. Nou, iedereen de groeten, tot morgen, tot Feyenoord VVV en skabedi, skabedoe, skabedabedoe.